Ja, dankjewel Danny. Waar het gisteren uiteraard veel te laat werd om daar een uitzending aan te besteden, zowel door onze collega's van Lovo als door wij van Moeresel TV, hebben wij de mensen die daar heel veel tijd en energie en heel hun hebben en houden gestoken hebben in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen, bereid gevonden om vanavond in onze studio aanwezig te zijn voor een eerste reactie. Voordat we daarna gaan luisteren, kijken we naar een korte reportage die we vanmorgen gemaakt hebben in Oosterwijk bij de ja, toch nog niet officiële uitslag, de voorlopige uitslag mag ik hem noemen. Goed, voor mij een eer om deze uitslag bekend te maken, omdat het de eerste uitslag van een gemeenteraadsverkiezing in Oosterwijk is en überhaupt voor mij, die ik als burgemeester bekend maak. Dus dat is leuk om hierbij aan te geven. En de uitslag, want daar gaat het natuurlijk om, is de volgende. De partij Pro heeft 5 zetels in de nieuwe raad van Oosterwijk. Dus daarmee blijft daarmee de eerste partij, de grootste partij. Partij Algemeen Belang, 4 zetels, tweede partij. Partij VVD, ook 4 zetels, derde partij. Partij CDA, ook 4 zetels, daarmee vierde partij. En Partij Gemeentebelangen, PGB, ook 4 zetels. En daarmee vijfde partij in de Raad van Oosterwijk. Dat betekent dus een beeld pro 5 en alle andere partijen 4 zetels. In de verkiezingen heeft de partij Oosterwijk Optimaal geen zetel weten te behalen. Dus die eindigen op 0 en verdwijnen daarmee uit de Raad van Oosterwijk. Totaal 21 zetels en met 21 mensen gaan wij op 11 maart een nieuwe raadsperiode in. We hebben dit jaar een opkomst mogen noteren van 55,13. We zaten de vorige keer op ruim 58, dus daar is een daling aan de orde van 3%. Leuk om daar even te noemen, wat is nou de top 3 van stembureaus die hebben gescoord gisteren. Het is allemaal een beetje relatief, omdat het natuurlijk een verkiezing was waar iedereen in elk stembureau kon gaan stemmen. Dus dat relativeert de cijfers, maar je probeert toch een beetje wel die vergelijking te maken. Nou, dan betekent dat dat de Levenskerk in Oosterwijk op plek 1 is beland met ruim 83% van de stemmen. In de Bogaard en Moegestel hebben 75% van de mensen gestemd. En in de Bunders in Oosterwijk bijna 74%. Dus daar liggen hoge scores ten opzichte van het gemiddelde van 55%. De laagste opkomst was in Café de Knuistboom, 38,6%. Dus dat is een lage score, overigens wel een heel gezellig stembureau. Dus misschien was het zo gezellig dat er weinig gestemd is. Maar dat is maar gekheid. In ieder geval, daarmee zijn wat verschillen aangegeven. Gemiddeld 55,1. Dan de uitslag op persoonlijk niveau. Mensen kunnen, als zij van de kiesdeler, zo dat dan heet, het aantal stemmen dat je nodig hebt voor een normale zetel, als ze daar een kwart van behalen, dan kunnen ze als het ware met een voorkeur in de gemeenteraad komen. En dat betreft een aantal mensen die dus lager op de lijst staan, maar toch omhoog worden gestemd door het aantal voorkeurstemmen. Nou, dat blijkt uit de volgende lijst. De namen voor Pro zijn gekozen Marian Bastiaan, Joop van Heesik, Hanneke Oerlemans, Hans Denissen en Wilde Kort. Voor het CDA zijn gekozen Anton van Tuyl, Pauline Klein, Con van Beckhoven en Louis Hooghiemstra. Voor Algemeen Belang Ruud van der Ven, Martien Matthijssen, Evelien Roborg en Jan Jonkers. Voor Partij Gemeentebelangen Kees van Elderen, Carlo van Es, Eef van Dorenmalen en Jan Oerlemans. En voor de VVD Mark Schoenmakers, Ina Batenburg, Hans Roos en Joost Wagenmakers. Nou, en maar even om voor het gemak om toe te lichten, wat is daar nou bijzonder aan? Bij Pro zijn gewoon de nummers 1 tot met 5 gekozen. Bij het CDA zijn naast de eerste twee de nummers 5 en 7 gekozen, van Beckhoven en Hooghiemstra. Bij Algemeen Belang
is nummer 5 gekozen en dus niet nummer 4. Jan Jonkers is gekozen in plaats van Erik ten Brink. Ja, en bij PGB is de volgorde normaal, alle 4. En bij de VVD is met 4 zetels is nummer 6 gekozen en dus niet nummer 4. Nummer 6 is Joost Wagemakers. Dus dat, dat betreft degene die op voorkeur zijn binnengekomen in de nieuwe gemeenteraad. En verder hebben wij de indruk van een heel soepel verlopen verkiezing. En met heel veel inzet van onze eigen mensen, maar ook van vrijwilligers die op de stembureaus hebben gezeten. En zijn wij uiteraard zeer benieuwd naar het verloop van de onderhandelingen tussen de partijen om te komen tot een nieuwe regeringscoalitie voor Oosterwijk.